Als u het nog niet gelezen heeft, dan raad ik u aan om het boekje van David van Rijbroek te lezen, Tegen verkiezingen. Het is een beetje een provocerende titel, maar het punt dat hij maakt, dat is dat we democratie, het volk regeert, dat we dat eigenlijk automatisch gelijk zijn gaan stellen aan de vertegenwoordigende democratie. Dus verkiezingen, democratie betekent jij kiest iemand en die benoemt iemand en die stelt een ambtenaar aan en die gaat wat doen. Maar er zijn veel meer vormen en in een tijd waarin Nederlandse burgers meer kunnen en ook meer willen doen dan één keer in de 4 jaar een hokje rood maken, is dat dus misschien te weinig om die democratie alleen maar in te vullen als vertegenwoordigende democratie. Als je met je vrienden ergens gaat kamperen, dan ga je ook niet met hand opsteken bepalen wat er 's avonds wordt gegeten. Nee, dan zorg je dat je erbij bent in de supermarkt als de dingen uit de schappen worden gepakt en in het wagentje worden gegooid. Dan oefen je ook in feite macht uit door te doen. Dat is het punt dat ik hier even wil maken. Dat vertegenwoordigende democratie maar één van de vele vormen is waarop je macht en zeggenschap kunt organiseren. En ik zou u dus willen uitnodigen mee te denken. En mee te doen aan wat we dan, ik moet alles weer in het Engels noemen, democratic challenge. De democratische uitdaging. Samen gaan we op zoek naar nieuwe, verfrissende ideeën voor onze lokale democratie. Ideeën waarvan u vindt dat we er op het lokale niveau mee zouden moeten experimenteren. Dus ik daag iedereen uit. Buurtbewoners, burgemeesters, wetenschappers, raadsleden, ambtenaren, journalisten, jong, oud. Kom met uw ideeën, zodat we samen dat meer dat we kunnen doen, kunnen invullen. Dus ik zou u willen uitnodigen, denk erover, droom erover en doe mee. Ik hoop van u te horen.